Een jaar geleden bracht Hyundai de Bayon op de markt. En de Bayon is een auto die zit tussen de i20, dat is een hatchback, en de Kona, en dat is een SUV. Dus ja, wat maakt dat van de Bayon? Dat maakt van de Bayon een crossover. Het is eigenlijk een auto die best wel lastig te plaatsen is. Hij is niet zo heel erg hoog, niet zoveel hoger dan de i20 waarmee jij de techniek deelt. Nou, vorig jaar zomer hebben we al een test gemaakt met deze auto tegen een Skoda Kamiq. Dat was eigenlijk de meest logische tegenstander. Want ja, de meeste SUV's in dit segment zijn toch ook wel weer een stukje hoger. We moeten hem gewoon wat langer op ons in laten werken. En dat is ook de reden dat we de Bayon in de duurtestgarage hebben opgenomen. Ze hebben bij Hyundai wel werk gemaakt van het design, moet ik zeggen. Die typische Hyundai signatuur, dat is natuurlijk tegenwoordig die enorme grille. Geinige details zoals de LED dagrijverlichting in aparte balkjes boven die mooi gestijlde koplampen. Ja, het mag er zeker wel zijn. Hij lijkt niet eens zo heel veel op die i20 waarmee die zijn techniek deelt. En dat hij zijn techniek daarmee deelt zie je bijvoorbeeld aan dit 48 volt plaatje. 48 volt multibreeder systeem gekoppeld aan de 1.0 TGDI. Een 3-cilinder turbo. Vertel ik je later wat meer over. En dan zie je deze wielen en dan denk je, hey, die heb ik nog niet eerder op een Bayon gezien. Dat klopt helemaal. Dit is een premium uitvoering. En de premium uitvoering staat op andere wielen. Maar we zijn midden in de winter begonnen. Dus op winterbanden. Op andere wielen. Ja, al die design energie die ze in die neus gestoken hebben, die zie je gelukkig ook terug in de achterzijde. Want die achterkant mag er ook zeker wel zijn. Ja, wat voor auto is het dan, hè? Dat profiel? Is het nou een echte SUV? Nee, het is echt gewoon een crossover natuurlijk. Wat we ook weer zien bij deze auto, net als bij de i20 die we als duurtester gehad hebben, is dat de accu van het 48 volt mild hybride systeem onder de bagageruimte is geplaatst. Ja, en verder heeft hij ook die hele handige details, zoals een hoedenplank die je niet in je hal, garage of schuurtje hoeft te zetten als je een keer wat grotere spullen moet vervoeren. Nee, je keert hem gewoon, je haalt hem eruit, je keert hem om en dan kun je hem achter de leuningen van de achterbank vastzetten. Omdat we vorig jaar ruim een half jaar een duurtest hebben gedaan met de Hyundai i20, voelt dit wel een beetje als thuiskomen. En dat komt omdat het dashboard echt helemaal hetzelfde is als van de i20. Dus ja, daar hoef ik je niet eigenlijk al te veel over te vertellen. Want als je regelmatig naar Autoweek kijkt, dan weet je dat we die i20 van binnen... Je kan materiaalgebruik misschien niet helemaal top vinden, maar we zijn wel altijd heel erg lyrisch over het multimedia systeem. Sterker nog, een tijdje terug hebben we een multimedia test gedaan in de compacte klasse. En welk merk werd de winnaar? Hyundai. Hyundai heeft gewoon ja, het meest omvangrijke, het meest fijne qua bediening. Het beste multimedia systeem in de compacte klasse, kan ik wel zeggen. Ja, dat, dit werkt gewoon echt heel erg fijn. Het ziet er mooi uit. Het is toegankelijk, goede graphics, het is snel. Hoef ik je allemaal niks meer over te vertellen. Waar ik je wel heel veel over kan vertellen is die bijzondere versnellingsbak die in deze versie is gekoppeld aan de 1.0 TGDI. Dat is een 3-cilinder turbomotor, een benzinemotor met 100 pk. Die motor die hadden we in de i20 ook, maar die motor die zat in de i20 gekoppeld aan een automatische bak met dubbele koppeling, een DCT-bak noem je dat ook wel. En in deze ben ik zelf aan het schakelen, ik ben zelf aan het koppelen, maar het is toch anders, want dit is namelijk een bijzondere versnellingsbak, een bijzondere handbak, want ik bedien nu weliswaar een koppeling, maar eigenlijk bedien ik een chip. En die chip die registreert hoe ver ik die koppeling intrap. En dan besluit hij om de motor te ontkoppelen voor het schakelen. En dan met de handbeweging doe ik dan een andere versnelling. Maar doordat het een handbak is die gekoppeld is dus aan een 48 volt multibreeder systeem. Kan deze versie, ondanks dat het een handbak is, dus ook besluiten om zelf de motor te ontkoppelen. En dan heb je dus, wanneer je in eco rijdt op de snelweg en je een situatie dat je gas gaat liften. Dat hij gewoon helemaal stilvalt, die motor. Dat hij echt toerentellen naar nul gaat. Dat hij gewoon die motor helemaal ontkoppelt. En dat zogenaamde zeilen treedt dan in werking. En ja, dat moet het verbruik ten goede komen. En daarom is deze handbak eigenlijk nog zuiniger dan wanneer die gekoppeld is aan een DCT. Nou, daar gaan we in de loop van de duurtest echt nog een keer op ingaan. Kijken echt hoe zuinig je kunt zijn. Het is wel een beetje ja, apart, want je kunt de auto alleen starten als hij in N staat. Je kunt hem niet in één hebben laten staan en dan de motor starten. Je moet hem eerst in N zetten en dan start hij pas weer. Het is even anders. Het is ook wel heel gek om met een handbak te zien dat zo'n motor opeens gaat zeilen. Dus dat hij ontkoppeld wordt. Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. En het is ook wel heel moeilijk om de koppeling te doseren. Er zit gewoon heel weinig gevoel in. Ja, zo'n bijzondere versnellingsbak is natuurlijk wel leuk om eens te ervaren. Wil je zelf zo'n Bayon met 100 pk en een gewone automaat, zit je eigenlijk helemaal niet op zelfschakelen te wachten. Ja, dan moet ik je teleurstellen, want dan moet je gewoon doorsparen voor dezelfde motor, maar dan met 120 pk.
Nou, dat is wel echt zo'n versie die ik even bij deze auto wil halen. Die 120 pk met een normale DCT. Dan kunnen we eens goed op die verschillen van die bak ingaan. En ook ja, het verbruik testen. En ook de prestaties van die 120 pk versie. Ja, is dat nog net even wat meer. Ik moet zeggen, deze 100 pk is eigenlijk wel rap genoeg hoor. Biedt voldoende kracht. Onderstel, ja, kan er kort over zijn. Dat is comfortabel, maar zeker niet week. Ik heb ook al een keer in Duitsland gereden op de autobaan. Ook op hoge snelheden geeft hij echt wel veel vertrouwen. Dan zie je echt dat ze enorme stappen bij Hyundai hebben gezet op dat gebied. En qua vergelijking, ik heb al een paar keer die i20 genoemd, waarmee die dus die techniek deelt, het dashboard deelt. We moeten die auto echt eens goed positioneren door er een i20 naast te halen. En dan kun je nou echt zeggen van, ja, hoeveel voegt deze Bayon nou toe aan die i20? Ja, vergelijkende test, dat wordt best een lastige. Want ja, ik zit al een tijdje te kijken. Deze versie, deze motor met 100 pk, die gekoppeld is aan de premium uitrusting, staat voor €27.095 op jouw naam. Heel veel van die compacte SUV's, crossovers, zijn toch weer wat duurder. Dit is niet een echte SUV natuurlijk. Ik denk dat we gaan uitkomen bij een Kia Stonic. Dat is natuurlijk onderhuids een auto die veel techniek deelt. En dat is ook een hatchback die net even iets hoger is. Net even iets anders dan een normale hatchback. En dat is wel weer het klassieke Hyundai-Kia vergelijk. Maar ik denk toch dat dat echt de gedoodverfde concurrent is om bij deze auto te halen. Over 6 maanden kunnen we zeker ook iets zeggen over het verbruik en wel op zomerbanden. Dan zal het nog wel iets gaan dalen. En als we die zomerbanden eronder hebben, dan wordt het ook eens tijd om eens te gaan naar de plaats waarnaar deze auto vernoemd is. Want serieus, Bayonne, zoals je het schrijft bij deze auto, is ook echt een plaatsje in Frankrijk. Dat ligt onder Nancy. Nou, dat is nou een mooie uitgelezen kans om eens even de reiseigenschappen, de reiskwaliteiten van deze Hyundai te gaan ervaren. En dan heeft hij een mooie rit voor de boeg. Leuke vergelijkende testen. En ik denk dat we over een half jaar weten, definitief een oordeel kunnen vellen. Wat voegt die Bayon nou toe aan de i20? En heeft hij nou echt een logisch plekje tussen die i20 en de Kona?